Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Omega Ruby Fatalok. Ik kwam er echt niet uit, Fatalok, sorry. Ik ben weer samen met Sander van Gaming SB. Hier naast great me. Ball. Sorry. Heb je een great ball gevonden? Ja. Goed zo. Ik ga een beetje rustig aan proberen te doen, want Sander die loopt een klein beetje achter. Dat kind wil niet eens vechten, jongen. Deze Pokémon breeder natuurlijk wel en die is vet veel van die onnodige Pokémon. Dat je denkt, van, ja, daar kan niemand iets mee. Nee, precies. Niet goed voor de XP en niet goed voor mijn leven. Maar goed. Oh, ik heb strength gekregen. Nice. Ik ga eerst maar Fungi, want die moet zoveel mogelijk leveltjes, zodat die eindelijk een fighting type move kan. Mm-hmm. Dat Echo's voice. Oh, dat is diegene die, als je die achter elkaar doet, dat die beter wordt, toch? Volgens mij wel. Ja, die is goed. Haal. Oké. Okay. Doe maar. Ik ga wat trainertjes proberen te verslaan. Oeh, een Telo. Dat ik heb net geswitcht naar een graspokémon. Kut. Waren deze trainers voor jou allemaal heel makkelijk te doen, of... Ja. Ja, ik ben echt best wel... Ja, ik wil niet zeggen struggelen, maar... Ja. Makkelijk doodgaan ze ook niet. Ja, ik had natuurlijk wat hogere levels, maar ik had ook qua type wel geluk dat ik overal wel wat voor had, zeg maar. Ja, dat scheelt ook. En ik heb een Linoon met Headbutt, en Headbutt is early game best wel een goede aanval. Ah. Oh, ik heb ook een Headbutt op mijn Fungi, maar ik dacht... Ik vergeet dat die best wel goed is. Ach ja. Oeh, hij is level 16 alweer, jongen. Hits. Gaat lekker, gaat lekker. Bijvong is nog wel level 15. Maar ik ga hem wel inzetten op deze flying type. Hij moet toch iets leren. Oeh, wel twee levels hoger. Dat is kut. Oké, okay, focus any. Dat kan. Alhoewel, dan krijg je sneller. Crit. One is KO. Boom. Lekker dan. Gaat hij dan met focus energy? Je hebt niet eens tijd gehad om hem te krijgen, jongen. One case. Ja, echt, hè. Picnic een Carol met een Gulpin. Een vieze vuile Gulpin. Die Gulpin zoek ik altijd. Makuhita. Poison. Mohahaha. Oh, wee, als hij Liquid Ooze heeft, zit ik me nou te bedenken. Ja, kut, ik bedacht hem het al laat. Oké, ik heb gelukkig. Voided Whirlwind. What the fuck doet deze gast? Oh, fuck. Oké, ik moet switchen. Oké, nu moet ik echt switchen. Dit is die trainer waar je nu tegen moet, is zeker die 1 met 6 Pokémon's. Yep. De tweede wel. Want die Bugcatcher had ook 5 Pokémon. Of 6 Pokémon. Laat die weer Whirlwinden. Doe maar goede tijd. Oh, en dan gaat hij weer naar Bayfong. Die 4 keer effective. Oh. Gaat wel goed, hè? Echt perfect, echt. Ik hou van deze game zo erg. Van die Makuhita die steeds Whirlwind doet. Dat gaat. Het leven. Hé, hij doet armtrust. Nou, mag ook eens een keer. Tijd. Armtrust. Geodudes, die kan ik makkelijk verslaan. Dus daar hou ik wel van als ik tegen Geodudes mag. Snap ik. Oké, poison powder. Yeah. Krijgen we dan natuurlijk zo'n ook nog eentje met struggle. Dat kan niet anders. Ah, oh, gaat hij weer whirlwinden. Maar nu heb ik hem gepoisoned. Yes! Eindelijk. Go, Sander. Is Bug super effective op fighting of juist niet? Nee, hè? Bug weet ik nooit, eerlijk gezegd. Anders dan blijf ik gewoon in. Maar we zijn wel hetzelfde. Probeer Bug en dan weten we het. Bluff. Nee, het is not very effective. Ah. Maar goed, fighting is in ieder geval niet super effective. Dat wist ik wel.
Dus ze zijn gewoon niet super effectief op elkaar. Oké. Okay. Even voor de kijkers. Het is vandaag zaterdag. Vanavond is weer Wie is de Mol. Wie denk je dat eruit gaat? Ik denk of Joshua of Lakshmi. Want die verdenk ik het minst. Oh. Ik zit 100% in mijn Lakshmi tunnel. Oh, echt? Ja. Maar ik heb er dit jaar voor gekozen. Ik heb het wel redelijk vaak goed gehad, zeg maar. En ik heb het dit jaar heb ik ervoor gekozen om gewoon voor, vanaf aflevering 1 voor iemand te gaan en dan gewoon daarbij te blijven. Gewoon voor de fun, zeg maar. Ja, oh, oké. Okay. Dat is ook leuk in de Wie is de Mol app. Ja. Of doe je dat niet? Ja, wel. Alleen ik heb wel, voor de zekerheid 10 puntjes op iemand anders ingezet. Ja, dus. Hé, maar als jij... Het is wel chill als je straks het goed hebt. Ja, klopt. Dan win ik elke pool. Ja. Nou, maar ik vind... Ja, ik vind straks niet echt totaal niet verdacht. Nee, als ik nu ook allemaal dingen online zie, dan denk ik over... Ja, ze kan het echt niet zijn. Maar ja, ik heb mezelf beloofd om dit te doen. Ja, dat is waar. Ik snap wel dat je de eerste aflevering vond ik haar ook nog wel best zus. Nou, en weet je, omdat niemand op haar zit, denk ik juist dat ze het is. Omdat het zo vaker werkt. Dat is wel waar. Maar heel veel mensen zitten nu ook op Joshua. En ik denk die is het echt niet. Ik ben er 100% van overtuigd dat hij het niet is. Als hij het is, dan is het zowel een slechte mol als een hele goede. Dat had ik met Jan ook. Van. Ja, maar dan is het ook slecht in beeld gebracht als hij het is. Ja. Vind ik hoor. Ja, nee. In bepaalde dingen, mensen zitten nu al zo erg op Joshua dat ik denk van nee. Nee, hij is echt niet. Ik bedoel, ik snap ook niet dat mensen... Zeg maar... Mensen leren niet van, oké, die wordt heel erg verdacht gemaakt. Mm-hmm. Daar moeten we gewoon niet op stemmen. Nee, ze gaan gewoon vol in. Ja. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik ga denk ik even hier lezen. Ah, deze avond is sturdy. Nou ja, in principe, is helemaal niet nodig. Hij gaat zo dood. Dus. Ik moet heel even kijken wat de volgende... Ego naar Ron. Voor de Jack Pass. Oh, dan mag ik weer geen Pokémon vangen. Ik dacht dat je hier ook Torkoal kon vangen, maar dat is dus helemaal niet, hè? Ik was ervan overtuigd dat je hier Torkoal kon vangen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga in die cave, ik weet niet of dat een beetje werkt, gewoon Sweet Center. Even kijken of ik een Shiny kan vinden. Smart. Je gaat gewoon Shiny hunten. Ja, geniaal. Ik moet toch op jou wachten. En ik wil niet te ver voorlopen, dat vind ik niet leuk. Nee, dat snap ik wel. Het is geen first. Gelukkig. Alhoewel, aan de andere kant, dan had ik al lang... Dan was ik ook al eerder sneller geweest. Mm-hmm. Dan had ik ook eerder al niet verwacht. Dus... Alleen als ik niet kan runnen, ben ik echt genaaid. Yo! Wat? Boep, boep! Thank God, evolving. Moet ik op A drukken? Of? Nee, hij doet gewoon helemaal... Oh, ja. Ik wacht gewoon hier in deze cave totdat jij er bent, ja? Dan ga ik gewoon shiny hunten totdat jij bij deze cave bent. Ja, ik vind het best. Ik heb een Breloom. Ik vind nu alles best, jong. Weet je wat leuk is? Ik ben helemaal blij. Dan gaat... De hele leven is weer goed. Gaat hij deze aflevering dood? Op de moves en op de beat. Yeah. Headbutt is... Ja, ik doe me voor headbutt, want dat is niet stab. En Melkpunch is volgens mij ook ongeveer 60. Dus dan is het beter dan een habit van 70. Oké, nu ga ik alles sweepen, jongen. Oh, hé, hier is een... Hé, ik ben er trouwens, bij die... dat is ik kan hier wel een Pokémon vangen. Ik ben in Vernon Turf Town. Ik kan hier 2 Pokémon vangen. Ja, je moet daar... ik zou inderdaad even healen. En dan moet je een Pokémon Rock Smash leren en dan moet je die cave in. Rock Smash is wel step bij Breloom, maar dat wil ik eigenlijk niet aandoen. Ik kan eerst kijken wie kan het allemaal. Oké, bijna iedereen kan het. Ik kan hier ook gewoon 2 Pokémon vangen. Ik weet het, want die is echt... Oh ja, je kunt het natuurlijk niet afleren. Oh, Leefvang heeft ook best wel goede moves. Ja, en nu duurt het nog lang, omdat ik niet... Nee.
Waarom kan ik dit ook niet? Jij krijgt zometeen wel een interessante item. Oké, dat is chill. Alleen ik weet niet wie ik hem moet geven. Blinde bandiet vind ik ook zo zonde. Het is wel stab, maar het is maar 40. Aan de andere kant... Ik heb toch echt al... Hé, hey, koffers. Die ga ik even invullen. Nu mag ik. Ja, misschien bulk ik weg dan, maar dat is ook wel zonde. Vital throws. Voorspam is ook goed. Ja, dan misschien armtrust weg. Ja, doe maar dan. Voor de mensen die nu op mijn scherm kijken... Citra heeft zeg maar een soort bug dat als je horde battles doet... Dat de namen van de Pokémon's van de vorige horde zeg maar... achter de namen van de huidige hordes staan, zoals jullie nu op mijn scherm zien. Wat? Ja, het is een soort bug dat de naam... mijn vorige horde waren allemaal nummels en nu heb ik allemaal Koffings. Alleen nu zie je zeg maar allemaal Koffing. Alleen achter de naam Koffing zie je ook nog nummels staan. Echt raar. Ja, dat is een bug. Daar had ik ook al last van toen ik Harmony speelde. Dat is een Pokémon Ei ding. Een romhack. Ja, een romhack. Ja, dat probeerde ik te zeggen, maar dat lukte niet helemaal. Oké. Pokémon. Mijn Zoomer is nog level 17, dus dan... En hij leert het op... Level... Wacht, hij leert het op level 20, evolueert hij, toch? Ja, dan hoef ik nog... Die Ninkara. Ja. Ja. Volgens mij wel. Oké, Rusturf Tunnel. Ja, ik moet je één trainer met Judo verslaan? Oh, dat is easy kill. Even mijn fun guy uittesten, gaat hij nu dood? Zoals Milan al eerder voorspelde. Ik wou heus geen Timon zeggen. Oh, dat is oprecht. Dat zou oprecht nog wel kunnen. Dat hij dat doet. Maar glas is 4 keer super effective, dus dat zal wel. Ja, als hij sturdy heeft meegenomen. Oh ja, dat heeft hij natuurlijk sowieso. Maar als ik nu Lychee doe en hij... Oh nee. Nee, nou maar. Oké, ik heb een koffer. En hij heeft sturdy, maar dat werkt niet, want dan heb ik al... Hoor je wat ik zei? Hij heeft geen sturdy. Hallo? Wat? Je ziet, je luistert gewoon helemaal niet wat ik zeg. Hoor je me niet? Jawel, ik hoor je wel, maar je luistert niet naar wat ik zeg. Sorry, ik was eventjes hyped omdat hij geen sturdy had. Maar ga door. Ik heb een koffing vervangen. Oh, chill. Nee! Waarom kan ik niet gewoon een move niet leren? Echt, ik ben daar altijd zo slecht in. Oh, een Machop. Ook nog. Ik dacht dat jij zei dat hij maar één Pokémon had. Nee, dat zei ik niet. Ik zei dat hij een Jewel had. En een Machop. Ja, maar dat wist ik niet meer. Censuur. Heel flauw dit. Ik hoop echt dat ik een shiny Numel tegenkom. Shiny Claws. Woep woep. Oh ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Dat mag. Dat telt. Dit lijkt echt heel dom wat ik nu doe. Maar ik kan het uitleggen. Oh jee. Ik wil dat hij XP krijgt. Dus vandaar. Low sweep. Oké, dat doet echt niks. Wel speed fell. Maar dat is niet heel erg. Oh. Doet hij het nog een keer. Maar ik ben al langzamer dan jij bent. Maar Chop, dat is niet hoe speed werkt. Je snapt niet hoe speed werkt. Sweep, hey, mist. Lekker bezig met Job. Ik wist niet dat dat een actie had van maken. Ja. Oh, nog 1 hit. Ja. Nice. 5 hits. En daardoor is hij dood. Nee. Ik hou van mijn kader. Hij is er alweer level 17, jongen. Die gaat eruit. Ja, dat je. Ice Grip. Ja, beter dan de Stornish. Dus
Okay. Hiker Mark is dood. Nee. Weet ik. Oeh, een pokeball. Maar dan is de vraag, is dit de pokeball die Milan doet? Nee. Want het is geen pokeball. Pokeball uit. Op een Pokémon. Geodude, hey. Hey, jou die kan je vangen. Ik ga niet cheat. Oh, ja, nee. Behalve dat ik er een timer op zet, maar goed. Dat op zich... Kwam er een Geodude uit die Pokéball? Nee, uit de Rock Smash. Oh, maar die mag je vangen, hè? Ja, weet ik. Okay. Daarom vroeg ik me ook af of het slim was om te leecheeden, maar ja, tuurlijk is dat slim. Want hij raakt en gedamaged. Het enige nadeel is dat je een timer opzet, maar bij een Kyo doet hij niet zo moeilijk te vangen, dus... Dat moet wat goed zijn. Famous last words. Echt, hè. Hey, wist jij dat Torkoal helemaal geen ground Pokémon is? Oh, echt? Dat is alleen fire. Oh, ik had wel verwacht dat hij of rock of ground zou zijn. Ja, ik ook. Desnoods steel, want dat ding achterop zijn buik ziet er best wel steelachtig uit. Op zich. Maar ja. 1, 2, 3, blijf. God. Wat een slecht opgevoede Kyogre. Je moet wel merken dat hij wild is, hoor. Mag Kees. Echt. Misschien moet ik gewoon een Great Ball gebruiken. Dan zit hij sowieso. Ik bedoel, hoe lastig kan het nou zijn om een Kyogre te vangen? Kom op. Ja, je hebt jezelf net al gejinxed, hè. Dat is niet zo moeilijk al. Ja. 1, 2, 3. Hehe, eindelijk. Oh, ik dacht eventjes dat hij er nu uit zou gaan, maar dat viel mee. Ja, nu moet ik hem een naam geven. Dat is altijd irritant. Oh, ik weet er wel een. Geogirl in plaats van Geodude. Yeah. Het is ook een foutje, dus dat kwam goed uit. En de Pokéball is een max eten. Is dit waarvoor je me zo hebt opgehyped? Nee. Nah. Weet je zeker dat dit... Oh nee, dit is die vrouw die wil... Doe ook smash voor mij, want ik heb geen Pokémon die dat kan. Ik heb de gym niet verslagen, want ik ben te zielig. Oh. Aggronite! Snap je nou wat ik bedoel? Pog emote in de chat. Oh wacht, we zijn niet live. Daar mag op gedronken worden. Hi-ha-ho. Zegt ook degene die niet drinkt. Ik dronk water. In my defense. Ja. Wat? Level 8 zijn ze hier? Oh, dat is echt een name. Name. Dan snap ik niet waarom ik deze wish me versloeg. Want voor XP had ik het niet hoeven doen. Nee. Oké. Waar ben jij dan? Ben jij al uit? Nee, je moet nu weer terug, hè? Ja, weet ik. Oké. Okay. Terug? Hoe bedoel je terug? Je moet weer naar Vandenturf, zeg maar, waar je vandaan kwam. Oh! Ja, daar ben ik nu. Oké, en dan ga je weer rechts naar Mawile. Oh, wat? Onlogica. Wat doet deze plek? Ah, flowers are pretty. Ja, boeienbeurt. Oké. Zeg maar als je in Marvel bent, ja? Ik ben, in Marvel. Oh, Marvel, dat bedoel ik, sorry. Marvel is Pokémon, ja. Ja. Je snapt wat ik bedoel. Dan ga je naar boven. Naar boven. Ja. Je bedoelt boven de trap op? Nee, ik bedoel, okay. Oké, bij de gym. Ja. Ja, gewoon erboven uit de stad, zeg maar. Route 11. Dat weet ik 111. Niet. 211. 111. Ja, route 111. Nee, 211 is in Sinnoh. Dat lijkt me sterk. Route 111, ja.
Hey, gast, wat doe jij nou? Oh, je kunt hier ook tegen die familie vechten, zeker. Dat gaan we niet doen. Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Dat zijn Nuzlocke killers, hè? Ja. Waarom is Pyfoon zo makkelijk? Omdat de Steel Pokémon is en die levelen moeilijk. Oh. Een Secret Leg Spike, oké. Okay. Oh, had ik in die cave trouwens nog wat kunnen vangen wat ik niet hier kan vangen? Nee, want dat is die Wishmer cave waar je bij de eerste gym, zeg maar. Dat is oh ja, oké. Okay. Waar kon ik dan camera vangen? Zo, hier in de desert? Nee, want je kan de desert nog niet in. Je moet voor de desert naar links. Oh. En daar... En hier zijn die cameramannen? Ja, zo'n cameraman met zo'n vrouwke. Ja, daar ben ik nu tegen. Oké. Okay. Dan moet je zo meteen naar boven en dan naar links. Oh, jij bent echt al een heel stuk verder dus. Ja, ik ben echt een stuk verder al. Dus daarom ben ik nu gestopt en ben ik Pokémon aan het halen. Holy damn. Of Shiny Sandals. Ja, en daar was ik dus al, zeg maar, toen de aflevering begon. Oeps. Ach ja. Oh, Magnemite, heeft die Levitate? Die kan Levitate hebben, ja. Magnemite. Vital Throw, dan gaat hij wel eens laat. Yes, hij heeft geen Levitate. Dankjewel, Magnemite, voor je geen Levitate hebben. Oprecht bedankt. Ben ik paralyzed? Oh, dan had ik niet Vital Throw moeten doen. Paralyzed, he's paralyzed. Ja, dat is wel een lekker nummertje. Ook erg realistisch, de videoclip. Dat als een band gaat dansen op een bus, dat iedereen in de file gewoon denkt... Ja, dat is wel een lekker nummer, laat me meedansen. Ja, boeien. Ik bedoel, ik zou dat ook doen, als het een goed nummer is. Waarom niet? Ja, toch. Ja, toch. Mijn speed is nu toch al gehalveerd, dus Final Throw is vet slim, want ik ben toch al als laatst. De Big Brain Strat. En de tactics. En Magnemite is... Magnemite. Oké, Blinde Bandiet ook al even omhoog, jongen. Het gaat hartstikke goed, joh. Albino Burrito, Albino Burrito. Na 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 na. Awesome, explain. Nee, ik wil geen interview, laat me met rust. Wat denk je dat het is, PokéSmart Studios? Echt, hè. Oh, wil jij ook nog een battle? Oké, okay. Is goed. Ik dacht dat ik ging haten, hè. Ja, zo ben je. En terecht. Ik wou net zeggen, en terecht, dat wou ik ook doen, maar... Nee. That's how you are. Waarom heb ik nog geen shiny gevonden, Sander? Omdat je de shiny charm nog niet hebt. Die, ja, dat zit wat in. Ik durf die veld, dat heeft geen zin bij Swift. Ik doe onder die. Modderig water, ja, modderig water. Muddy is ook echt zo groot in beeld steeds. Echt, hij vult bijna mijn hele beeld, jongen. Hij is nog groter dan mijn... Piep! Jipje in is. Oh, dat mag gewoon zeggen op dit kanaal. Tuurlijk. Ik kom mezelf helemaal niet. We doen hier niet aan... censuren. Nou ja, er zijn wel woorden die je beter niet kan zeggen, maar... Ja, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het tegen mijn principes in. Niet dat ik die heb. Dat is een detail. Toch gaat het er tegen in. Not very effective. Sweet Sand. Gas, wat denk je dat het is? Wild Battle? Really, gozer? Really? Oh, het is een vrouw, trouwens. Dat weet je niet. Is Illumie, zei je niet altijd een vrouw? Ja, want Volbeat is nog maar altijd een unitje. Ja. Ja. Ik snap echt niet dat ze dachten dat twee goede ontwerpen voor Pokémon's waren. Echt, hè. Ik bedoel, oké, in Puzzle en Mynum zit minder inspiratie, maar alsnog... Ja, vind ik niet. Ik vind Puzzle en Mynum best qua design best oké. Okay. Ze zijn alleen niet goed.
Het is heel simpel. Ja, het is nog simpeler dan mijn brein. Nou, maar simpel hoeft niet per se slecht te betekenen. Dat is waar, maar ik weet niet. Ik vind het de minst leuke Pikachu rip-offs. Ja? Ja. Ik zit even te bedenken wat ik vind. Oh nee, easy van mij. Jij weet die van mij ook. Weet ik die van jou? Ja, 100%. Pachirisu? Nee, niet Pachirisu. Ik dacht al van die heb je vet veel gebruikt in Diamond Pearl. Heb ik die gebruikt? Oh, dat kan ik niet eens meer doen. Of heb ik? Die ging fucking snel dood, volgens mij, die van mij. Ja. Dat wel. Nee, dat is niet mijn mensen. Ja, als ik het zeg, dan denk je van ja, oké. Tuurlijk weet ik dit. Haast allemaal. Togedemaru? Nee, toch? Nee, Togedemaru ook. Oh, Imolga. Nee, tuurlijk. Ook niet Imolga. Je hebt een generatie nog niet gehad. En dat is ook niet Pikachu zelf. Pichu? Nee, want... Pichu wel leuk eigenlijk. Nou ja, nee, ik heb ook niks met Pichu, maar dat is hem niet. Ik vind Pichu behalve... Kijk, weet je, wat met al die Pikachu rippels is... Ze hoorden er niet echt... Net niet helemaal bij, zeg maar. En Pichu, dat is een voorevaluatie. Dus dat die kut is... Dat vind ik nog justified, zeg maar. Maar bedoel je dan de Denne? Ja, tuurlijk de Denne. Of die Morpeko? Want die Morpeko vind ik oprecht een van de vetste misschien wel. Ja, ik ook. Maar je weet toch dat ik met hype zo'n de Denne haat ding heb? Nee. Nee, heb je dat? Wat? Iedereen weet dat, Sander. Dat ik echt een de Denne haat ding heb. Ik kijk al je streams, je hebt kunnen zien, je staat in mijn top 3 van 2020. Hoe kan ik dit niet weten? Weet je wat ook grappig is? Je hebt een hele kleine kans hier op Slugma hordes. Ik had er net eindelijk voor de eerste keer een Slugma horde. En meteen daarna weer een Slugma horde. Oké. Okay. Vande, waar ben je nou? Kijk hoor. Oh, ik ben nu... Ga mee tegen je praten? Nee. Dat niet. Ik moet eventjes terug naar een pokecentrum, want ik moet eventjes iemand dumpen. Dump jij even. Zo lang. Mijn zoomer is level 19. Ja, sorry. Het is echt heel kut om te kijken, waarschijnlijk. Want mijn gameplay is als enige echt een beetje interessant. Maar goed. Oké, thanks. Hé, hey, ja, jij doet toch alleen shiny... Ja, oké, dat is goed. Dat is hartstikke interessant. Zeker als ik zo'n shiny tegenkom. Dan wel, ja. Maar ik bedoel, qua voortgang niet, oké? Dat bedoel ik. Ik bedoel er vet... Oké, laat me met rust! Hey, nu kan ik Breloom eventjes boksen. Ga jij Breloom boksen? Ja, dat is handig, want die... Kijk, Makuhita moet nog geëvolved worden. Marvel is laag level, Eren ook. En Ninkada is ook bijna geëvolved. Oké, maar dus welke Pokémon gaat de Pokémon verslaan dan? Om Breloom eventjes weg te doen. Oké, maar welke Pokémon gaat de Pokémon verslaan dan? Marstomp. Oké, vooruit. Kijk, ik ga Marstomp niet wegdoen, want dat is mijn starter. Dat weiger ik. Al ga ik dood, wil ik dat nog niet. Rip Grova. Nou, oké. Wacht eventjes. Nee, dan zou ik het wel doen eigenlijk. Oh, ik ben hier al 3 keer langsgekomen. En 3 keer krijg ik echt van die items die volgens mij vet veel geld opleveren. Hey, May, hoe is het? Ik moet nu tegen mee praten. Oh, Sander, je kent Mount Chimney wel. Ja, wat op. Kun je hier Machop vangen? Ja, Machop en Nummel. Oeh, Nummel is oprecht interessant. Machop. Ja, ik denk dat Hariyama straks beter is, of niet? Ja, dat klopt. Maar ja, die kan ook doodgaan, hè? Dat is waar. Dat is waar. Ik heb net ook een koffing gevangen, die ben ik ook niet van plan om te gaan gebruiken. Maar ja, ik kan zomaar weer doodgaan. Ja, dat is waar. Waar. Oké, ik hoop dat deze kan verslaan. Telo, kan ik die... Oeh, dat is wel super effectief. Behalve... Nee, dat is wel super effectief. Dat gaan we niet. Dat is wel 3 levels te laag. Ik durf het niet aan. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet risken. Dan zal het waarschijnlijk veel XP opleveren.
Sander, eigenlijk is de aflevering af, hè? Maar ik wil eigenlijk even dat jij tot de grot komt, zodat we de volgende aflevering gewoon weer verder kunnen, zeg maar. Oh, maar ik kan deze gas even gaan verslaan. En dan gauw die grot in. En dan doe ik de encounter volgende aflevering, toch? Ja, en Nummel kan je ook in die grot vangen. En Machop ook. Dus eventueel hoef je dan niet in deze... Nee, precies. Ja, dat, nou, dat is al helemaal mooi. Mm-hmm. Ik mag eventueel ook nog een Pokémon in deze grot vangen. Alleen die is 5%. Dus ik ga die alleen vangen als ik die grot niet tegenkom. En dat is? Grimer. Oeh, dat is wel vet. Mm. Daar zou ik oprecht... nog wel over nadenken. Heb je überhaupt al Poison Pokémon? Ja, ik heb Gloom, Koffing. Oh, oké. Nee, dan... Nee, ja, dan is het misschien niet heel nuttig om nu te gebruiken ook echt, maar... Heb je al wel alweer meer dan 6 Pokémon? Nee. Ik heb op dit moment er 5 in mijn party, waarvan ik er 4 gebruik, zeg maar. Oké, en heb je geen inbox dus? Jawel, misschien wel, maar die ben ik niet van plan om te gaan gebruiken. Die 5 die heb ik net gevangen. Dat maakt in principe niet uit, toch? Ik bedoel, als je doodgaat, dan kun je die gebruiken. Ja, daar wat je meer kan. Ja. Oké, ik ben in de Fiery Path. Oké, bedankt voor het kijken van deze interessante aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering ga ik ook weer wat doen. Vergeet zeker niet te abonneren op Sander's kanaal. Die staat in de beschrijving. En ik zie je heel graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos!